Koning Willem-Alexander opent nieuw hoofdgebouw van Radboud UMC. Hoe is dat eigenlijk? De koning op bezoek en actie in Oosterhout voor betere verkeersveiligheid. Dit is het RN7 Regio Nieuws van donderdag 29 september. Het is al enige maanden in gebruik, maar donderdagochtend werd het nieuwe hoofdgebouw van het Radboud UMC feestelijk geopend. Niemand minder dan koning Willem-Alexander mocht deze taak vervullen. Hij mocht een groot lint doorknippen met een verbandschaar. De formele officiële opening te verrichten. De schaar is aangereikt. Fantastisch, dank u wel. Bij zijn aankomst waren er enkele mensen aan het protesteren. Deze groep riep onder meer: schaam je kapot. Er was daarom veel beveiliging en politie aanwezig. De koning werd ontvangen door mevrouw Lahuis, de voorzitter van de raad van het bestuur van het Radboud UMC. Hij kreeg daar uitgebreide uitleg over de visie van het gebouw. Het ziekenhuis heeft namelijk ingezet op minder bakstenen, veel licht en frisse lucht. Na de presentatie werd het gebouw geopend en kreeg hij ook een rondleiding over de verschillende afdelingen. Hij is ook bij een patiënt op bezoek gegaan. Alle kamers in het ziekenhuis zijn nu eenpersoonskamers en ze zijn met de laatste technische snufjes uitgerust. Op de 7e verdieping ging koning Willem-Alexander in gesprek met een aantal medewerkers. Onder andere 2 artsen in opleiding die op de KNO-afdeling werken. Het was erg druk in het ziekenhuis door het bezoek. De koning probeerde ook aandacht te hebben voor mensen langs de route, maar er was weinig tijd voor. Goeiedag. Nu is een ceremonie voor de koning natuurlijk business as usual. Maar voor de medewerkers van het Radboud UMC was het toch echt wel een speciale dag. Wat komt er allemaal bij kijken en vooral waar praat je over als je de koning op bezoek krijgt? De koning op bezoek krijgen gaat niet zomaar. Het Radboud UMC had hem uitgenodigd om het hoofdgebouw te openen, maar daar waren wel flink wat voorbereidingen voor nodig. Nou, bij de organisatie van zo'n bezoek en waar dan de koning bij is, nou, allereerst volgt er dat je een programma gaat maken. En dat programma moet ook nog weer door het Koninkhuis bekeken worden. Hè. Wat wij voorstellen, is dat akkoord? Dus dat vraagt het een en ander. We hebben het allemaal kunnen zien. Wij dragen de mondkapjes hier in de klinieken. Dat bepaalde ook een beetje de keuze van, ja, hoe doen we zo'n opening dan? Jullie willen ook allemaal filmen en foto's maken. En dan ziet het er niet zo gezellig uit van tevoren. Dus dachten we, nou, dan moeten we iets buiten doen. Een van die mensen die met de koning mocht spreken was Celine van der Weert. Zij is artsonderzoeker op de KNO-afdeling. Ja, het was sowieso heel leuk. En ik was ook heel verbaasd dat het gesprek met de koning zo natuurlijk verliep eigenlijk. Hij stelde hele goede vragen en het was ook gezellig. En grappig. De koning heeft vandaag ook een patiënt bezocht. Nou, dat weten wij natuurlijk niet 3 weken van tevoren wie dat is. Dat weten we pas een dag van tevoren. Want we hopen toch niet dat onze patiënten hier altijd zo heel lang moeten verblijven. En dan is dat ook natuurlijk wel weer een heel leuk moment. Mensen vinden dat ook spannend. En ook op zo'n afdeling waar dat dan gebeurt. Dus dat, En was er een wc bijvoorbeeld voor de koning gereserveerd? Er wordt gewoon op de route gekeken van waar hij eventueel van faciliteiten gebruik kan maken. Dus daar wordt echt niks speciaals of aparts voor gedaan. Ik doe onderzoek naar de nazorg voor mensen die behandeld zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied. En wat we onderzocht hebben is onder andere dat mensen die komen nu 5 jaar op controle, wat best wel lang is en wat ook veel vraagt van patiënten, veel stress oplevert. Maar we zien dat die tumoren vaak maar in de eerste half jaar terugkomen en daarna bijna niet meer. Dus wij doen nu onderzoek naar hoe kunnen we dan de patiënt helpen in die periode daarna en op afstand zorg leveren. Maar toen heb ik hem eigenlijk uitgelegd dat we de patiënt daar vanaf het begin al in meenemen en ook de patiënt uitleggen waar diegene zelf op kan letten als de tumor terugkomt. En we zijn natuurlijk ook altijd nog steeds bereikbaar. Nou, het was gewoon een hele bijzondere en leuke dag en ik denk dat hij het zelf ook leuk vond. Zo kwam het in ieder geval wel op mij over. Nijmeegse jongeren steken relatief vaak een sigaret op. Maar liefst 7,8% van de jongeren tussen de 12 en de 16 jaar geeft aan minstens wekelijks te roken. Hiermee valt gemeente Nijmegen nog wel buiten de top 5. De gemeenten waarin jongeren in dezelfde leeftijdscategorie het vaakst roken zijn Neder-Betuwe met 13,5% en Heerden met 15,3%. Zaterdag start de jaarlijkse campagne Stoptober weer. Hierin worden rokers uitgedaagd om 28 dagen geen sigaret aan te raken. De bouw op Veurland gaat definitief niet door. Dat is besloten na onderzoek onder Nijmegenaren.
Gezien het woningtekort wordt er wel gekeken naar een andere geschikte plaats. Nu liggen het stationsgebied en de winkelsteeg voor ogen. Of dat kan, moet nog onderzocht worden. Omdat omwonenden vaak niet staan te springen op meer woonvoorzieningen in de buurt. Zaterdag start de najaarskermis weer in het centrum van Nijmegen. De opbouw hiervan is deze week al in volle gang. De kermis is dit jaar te vinden op de Waalkade, de Grote Markt en in de Hoogstraat en is dagelijks geopend van 1 tot 11. In de weekenden sluiten de attracties om middernacht. De Grote Markt is in deze editie een nieuwe locatie. Hier is onder andere het Reuzenrad te vinden. De najaarskermis is te bezoeken van 1 tot en met 9 oktober. Een bijzondere actie in Oosterhout donderdagochtend. In alle vroegte hielden kinderen het verkeer in de Dorpstraat tegen om automobilisten bewust te maken van hun rijgedrag. Stop! 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 Ik woon hier dichtbij in de Spaanstraat, dus moet ik hier wel vaak fietsen. Dus. En als het te hard is, dan is het wel heel gevaarlijk. Er wordt veel te hard gereden, maar niet alleen hier in de Dorpstraat. Het is overal in het dorp en vooral de doorgaande wegen is het een groot probleem. Maar er wordt heel veel over geklaagd door de bewoners. Maar uit onderzoeken is gebleken dat het voornamelijk de bewoners zelf zijn, wij dus, die het probleem zijn, de harde rijders. In ons dorp rijden de mensen hier best wel hard. En dan willen wij, als wij hier fietsen, dat het wel goed veilig is in ons dorp. Nou, soms als ik naar school fiets, dan zie je wel hard rijden. Alleen, dan kan het wel zijn voor sommige kinderen dat het best wel gevaarlijk is. Als ze gewoon goed aan de snelheid denken, wordt het ook gewoon veiliger voor alle kinderen. 2,5 jaar geleden ben ik begonnen omdat ik hoorde dat heel veel mensen klaagden over het probleem. Dus ik ben naar de wethouder toegestapt. Dat heeft ertoe geleid dat we verschillende gesprekken gevoerd hebben over het probleem, om de problemen te inventariseren. En dat heeft ertoe geleid dat we nu zover zijn dat we een tweestromen beleid hebben. Het gaat om de harde infrastructuur, dat is hoe de straat eruit ziet. En de zachte infrastructuur, en dat is de bewustwording en de gedragsverandering. En daar hebben we vandaag deze actie voor ontwikkeld om daar een aanzet voor te geven. We doen met bordjes waar 30 kilometer op staat, houden we in de lucht. En we geven formulieren mee waar ze in kunnen zien waarom wij hier actie voeren. En we gaan ook mensen hoe hard ze rijden meten. En dan kunnen we laten zien of ze hard genoeg rijden of dat ze zachter moeten. Ja, het is een geweldige actie. Verkeersveiligheid is van ons allemaal. En het is geweldig dat we met elkaar zo'n mooie gedragscampagne met de kinderen maken en de Oosterhouters zelf aanspreken op hun snelheid. Ja, dit is een schoolroute, dus hier is het risico op een ongeval heel groot. Zo'n campagne heeft een tijdelijk effect. Maar we zullen zelf aan de slag moeten om de mensen te verleiden om meer de fiets te pakken, meer fietspaden aanleggen. Maar we zullen ook met strakkere handhaving zullen we ook gewoon de Oosterhouters moeten aanspreken. Dat ze ook echt het gaspedaal wat minder hard indrukken. We moeten met elkaar proberen, dat is een samenspel, om het risico op een ongeluk zo klein mogelijk te maken. Dit is een eerste stap, maar we zijn er nog niet. Op sociale media vind je al veel weggeefgroepen waar je gratis spullen kunt krijgen. Maar wat online kan, kan natuurlijk ook offline. Zo is er nu een nieuwe weggeefwinkel bijgekomen in Nijmegen. De zogenaamde weggeefwinkel is een winkel waar mensen spullen kunnen brengen, maar ook halen. En dat helemaal voor nop. Je hoeft ook niet je salarisstrookje te laten zien om aan te tonen dat je arm bent. Iedereen is welkom bij deze nieuwe winkel in Nijmegen. Maar er zijn natuurlijk wel regels. We hebben best wel wat regels. Onder andere dat je maar 5 dingen per keer mee mag nemen. Je mag dus bijvoorbeeld niet tassen vol hier de winkel uitslepen. Er zit wel een soort limiet aan. Je moet je netjes gedragen naar het personeel en naar andere klanten toe. En iedereen is gewoon gelijk en zo behandelen we hier elkaar ook. Er komen regelmatig best wel hebberige mensen in de weggeefwinkel, maar niet ook weer niet zo heel vaak dat het echt een groot issue is of zo. We hebben een hoop ervaring met het runnen van een weggeefwinkel, dus wij kunnen die mensen er ook wel uitpikken en op een gegeven moment wel aanspreken van hey, tandje minder mag wel. Dus, De weggeefwinkel is meer dan een plek om te halen en brengen. Het is ook een soort huiskamer. Nou, het gaat mij er een beetje om ook een beetje weer onder de mensen te zijn. En dan te kijken of er iets is wat ik kan gebruiken. Maar ik hoef niet, ik heb trouwens ook alleen maar een fiets, dus ik kan maar een paar kleine dingen meenemen. Dus het gaat ook alleen een beetje om het gevoel van voor een weggeefwinkel. Ook de weggeefwinkel merkt dat alles duurder wordt.
en er een toename is van vraag naar spullen. Op dit moment is best wel een grote behoefte aan bijvoorbeeld allerlei hele simpele dingen. Bijvoorbeeld voedsel gaat bij ons best snel, maar ook verzorgingsproducten zoals shampoo en maar ook make-up en dat soort zaken. Qua spullen is het toch echt allerlei hele praktische dingen zoals bestek, pannen, allemaal dat soort zaken. Als het bij de weggeefwinkel geen nieuwe bestemming meer krijgt, dan gaat het gewoon naar de dart toe. Dan gaat het naar het grof vuil. Dus dit is eigenlijk de plek waar spullen de laatste kans krijgen om nog iets te betekenen voor een ander, zeg maar. De weggeefwinkel is elke woensdag en zaterdagmiddag open. Brengen mag, maar geen grote spullen en vooral wat echt nodig is. Iets halen mag natuurlijk altijd. De afgelopen dagen hadden we veel te maken met nat en guur herfstweer. Vandaag daarentegen was een mooie najaarsdag met zon en wolken en een graad of 15. Prima dag om lekker bossen te gaan om even kastanjes te zoeken. Vrijdag begint op veel plaatsen met nevel en mist. In de loop van de ochtend verdwijnt de grijzigheid en schijnt geregeld de zon. Langs de westkust kan er vrijdag nog wel een enkele bui voorkomen. Verder blijft het droog en wordt het zo'n 16 graden. Ja, zoomen we in onze regio. Morgen eerst dus een mistige, grijze start van de dag. Later zien we de zon en wordt het 16, misschien wel 17 graden. De dagen erna wordt het weer wisselvalliger met zaterdag buien, maar tussendoor ook wat ruimte voor de zon. Wel neemt de wind dan een kracht af. Ook zondag blijft het niet droog. Koud is het in het weekend niet met zo'n 16 tot 17 graden. Na het weekend knapt het weer wat op en is er steeds meer ruimte voor de zon. Tot zover het RN7 Regio Nieuws voor vandaag. Morgen zijn we er weer met dan onder andere het verslag van het Democratiefestival Grondvest. Dat ondanks de flop van de vorige keer nu toch opnieuw georganiseerd wordt. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten en zorg dat je onze gratis app op je telefoon hebt staan. Bedankt voor het kijken. Graag tot morgen.